Spaans in ieder geval ontkent. Het is meer zo dat Frankfurt, de club die interesse had, geen bot heeft uitgebracht. En daar is de man zojuist al even genoemd. Yassine Ayoub. Klinkt allemaal prima. En zo zie je dat statistieken. El Hankouri voor zijn tweede wedstrijd. In. Meteen met gejuich ontvangen. El Hankouri. Aangemoedigd om de actie te maken door de supporters. Het is een lelijke botsing met Vilena. Het gejuich is steeds wel een boel die de bal heeft. Gezien. Meneer El Hankouri. Kan hij de bal wel inhouden? Ja. Kan hij nog iets meer doen? Nee. El Hankouri. Er staan er drie. Dat is wat te veel. Maar hij wordt nog steeds aangemoedigd eigenlijk om die actie te maken. Prachtig. El Hankouri. Malatia en Schouten. Een wisselmogelijkheid over. Met bijvoorbeeld Burger daar. Venten natuurlijk. Excelsior voorlopig de baas te blijven. Ashot El Hankouri. Er zat nog net iemand tussen. El Hankouri dan. Wissel van Bronckhorst in deze wedstrijd. Klaasie eraf, Ayoub erbij. Beste wedstrijd voor Klaasie in Feyenoord. Voor Feyenoord bij zijn terugkeer uiteraard. Daarvoor was hij ook. Want ja, het mag. Die had die ruimte wat meer. El Hankouri houdt hem toch binnen. Heeft nu ploeggenoten mee. El Hankouri. Bijvoorbeeld Berghuis. Die legt hem klaar. Ayoub. El Hankouri. Sint-Juste. Het is omslachtig. Leidt het nog tot iets? Ja, het leidt tot de 2-0 van Sintje. Die de marge geruststellend maken voor Feyenoord. Opent. Dan is de bal hier net binnengehouden door El Hankouri. Deze paas van Sint-Juste zou je zeggen eigenlijk vooral er eentje om het tempo er wat uit te halen. Maar hij krijgt hem terug. Hij krijgt dan onverwachte meevallen. El Hankouri. Ayoub. Ja. Van Persie. Ayoub. Aardige aanval. Ja. Terecht applaus. Daar zit alweer wat meer in dan we lange tijd hebben gezien. Is de 2-0 dan voor Feyenoord. Krijgt Vilena de bal niet goed mee. Druk van Ayoub op Kolwijk. Vast. Ayoub valt er goed in. Dan is dan nog even de vraag. Want daar is Vilena met de volgende kans. Het blokken van Matthijs. Maar is dat dus wel een trend die zich doorzet na die wedstrijden in Doetinchem. En zeker ook daar. Voordeel terecht gegeven, want Feyenoord kan door. Althans niet goed. Ayoub. Weer legt hij hem eigenlijk klaar. Nu voor El Hankouri. Van Persie legt hem terug. Met de hak. Ja, met de hak. Jan Schaar, die klinkt zo lekker. Jan.
maar Malatia blijft achterin. Dan denkt Elhan Koeri, oh, moet ik het blijkbaar doen? Ayoub die overschiet. Bij zijn eerste eredivisiewedstrijd. Zijn eerste wedstrijd als Feyenoorder in de Kuip. Een assist. En zeker geen slechte invalbeurt. Feyenoord wint kinderlijk eenvoudig van Excelsior. Na Botteguin tegen Trent zien vandaag Sint-Juste en Van der Heijden. Na de 1-0 van... 1-0 tot laatst en dan dat Excelsior eventueel... Of het allemaal klopt en looplijn en al die...